Voor dit recept gaan we helemaal bio. Van de zalmfilets tot de citroen, alle ingrediënten zijn biologisch gekweekt of geteeld. Bovendien heb je niet al te veel werk om dit recept op tafel te zetten. Beginnen doen we met de krielaardappelen. Daarmee maken we straks een koude aardappelsalade. Dus die moeten sowieso de tijd krijgen om af te koelen. Nadat je de krieltjes goed schoon hebt gewreven, kan je ze 20 minuten gaar koken. Ondertussen nemen we het knoflook, de shallot en de peterselie erbij. Dat zijn de smaakmakers voor onze zalm. Het teentje knoflook en de shallot snipper je fijn. Ook de peterselie mag je fijn snijden. Om de zalm een extra frisse toets te geven, brengen we hem ook op smaak met citroensap en geraspte citroenschil. Als we zesten van citroen gebruiken in onze recepten, raden we trouwens altijd bio-citroenen aan. Citrusvruchten van biologische oorsprong zijn namelijk niet behandeld. De zalmfilets zijn ondertussen oppervlakkig ontdooid en goed droog gedept. We schikken ze naast elkaar in een ovenschaal en bestrijken ze dan met olijfolie. Daarna strooien we het knoflook, de shallot en de peterselie erover. Afwerken doen we met de citroenzesten en citroensap. Zo, dan is het nu tijd om de oven aan het werk te zetten. Ondertussen zijn de krieltjes afgekoeld. Nu kunnen we ze makkelijk in twee snijden. Meng ze daarna met olijfolie, mosterd en citroensap. In de verpakking van deze biokrieltjes zit ook een zakje kruiden. Neem er een beetje uit en breng er de krieltjesalade mee op smaak. Ten slotte snijden we nog wat kersttomaten in twee. De avocado snijden we in blokjes. Die twee ingrediënten meng je daarna onder de krieltjes. Tijd om aan tafel te gaan. Bij deze geroosterde zalm en krieltjesalade met avocado drinken we een fruitige witte biowijn, zoals deze Evidence Chardonnay uit Pays d'Oc. Smakelijk! Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website. En volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.